van Dead Rising met mijn goede vriend Daniel. En dat doet genaamd Stefan. Daniel, hier ligt de army jacket. Hier ligt een tactical helmet. Oh, dat past ook wel goed bij, hè? Nee, dat toch, ik heb toch liever een fedora. Ik wil even eigenlijk weten waar je fedora vandaan hebt. Dat weet ik niet meer, maar die had ik dat zei ik in de vorige video dat ik die had gevonden. Ja, maar toen zei je niet waar. Hey Daniel, wil je even hier staan? Ik wil even een foto voor het thumbnail maken. Hop. Dan? Ik weet dat je toch gaat laten ontploffen, maar is goed. Doe maar jochie. Ja? Wauw, je spartelde echt als een wilde bij mij. Ja, nou ja, vind je het gek? Er was een gigantische explosie naast mijn appeltaart. Okay, nou, dat past wel goed, hè? Deze broek past er wel bij eigenlijk. Hè? En dan pakt een tactical. Oh, nu ben ik van de politie! Nu vertrouwen mensen me! Nice! Met zo'n hoofd? Oh, hij heeft een netneus! Dat ik is ben te vertrouwen! Hey. Oeh, hallo! Wil je die even voor mij droppen, dadelijk? Ja, is goed, joh, is goed. Krijg hem wel terug. Ja, moet je me vooral doodschieten dat ik een wapen maak, die verzoer. Tuurlijk krijg ik hem terug, joh. Kom hem even. Dankjewel. Je mag hem hebben trouwens, ik hoef hem niet. Ja? Oké. Hoppa. Ik ben van de politie, vertrouw mij! Holy shit! Oh, Hilde, wat doe je? Volgens mij vertrouwt ze me niet helemaal. Oh, een beagle. Ik zou je vertrouwen als je dat op had, weet je wel. Doe maar. Ik heb echt de originele politiekleertjes aan. Maar dit is op slot, Stefan. Oh. Ik had trouwens ik moet nog even een level up gaan, was ik. Ja, dat had ik ook, maar eerst gaan we Hilde eventjes verkrachten. Ja, Hilde verkrachten? Ik bedoel doodmaken. Zelf toch? Nou ja, niet helemaal. Oh, dude! Kijk, nu durf ze nooit met mij te vechten hoor, kijk dan. Als iemand in die kleren aankomt, dan met dit in zijn handen. Kijk, zie je? Dude! Was je er bang van, of niet? Pak mijn wapen nou. Daar. Ja, je stopt het wapen uit mijn hand. Oh, was jij dat? Nee. Wist je het zeker, Stefan? Ja, dat was Hilda. Nee hoor. Nou, door jouw stommiteit kan ik mijn wapen niet meer pakken. Hij lag daar nog gewoon. Oeh, donuts. Ik heb hem Daan, geen paniek. Goed gedaan, jochie. Hey, hier heb je er één laten leven, maar sinds je even dood moet maken. Waar heb je dood? Hier, deze. Wat zijn nieuwe kleertjes? Dat is een lumke. Heeft hij een heleboel mensen laten leven. Police outfit pants. Oh, nu lijkt nog meer op de politie. Nee, ja, nee, toch liever niet hoor. Toch liever die andere. Daan, je hebt hier echt een heleboel mensen laten leven. Was dat nog niet? Ja, je bent hier al voorbij gelopen, pik. Waar moeten we daarheen? Daar moeten we helemaal niet. We moeten hier naar boven gaan, jochie. Ja, maar al die pipi dan. Pipi's, maar die heb jij nu allemaal gekregen. Oh, dat is... Oeh, er lag hier wat. Oh, en ligt hier ook een... Compleet. Oh, je bent er al. Laat maar. Wat ligt hier allemaal? Ik wou echt een groot verhaal lullen wat heel nergens over ging, maar het maakt nu niet meer uit. Waarom liggen hier geen gevangenkleren of zo, weet je wel? Ja, omdat ze niet gevangen zijn. Natuurlijk wel. Oh. Heb jij een flashlight? Wat voor een bedoel je precies? Spoiled bacon? Wat is dat voor. Oh, nou, dan moet ik weer overgeven, oké. Blijkbaar moet je geen verrot eten. Daniel, geen paniek, alles onder controle. Ja, hij gaat gewoon verder, hè, die mongol hier. Waar ben je dan? Ben je toch achter me? Je bent in die gevangenis, jongen. Nee, je liet het net toch achter me? Nee, helemaal niet. Hoe is het? Oeh, nee. Hier, daar ben je gewoon. Nu lijk ik echt niet. Oeh, most wanted. Een Mexicaan. Een Aziat of zoiets. Ik weet niet wat die mensen zijn. Ik weet niet welke afkomst. Ja, ik weet dat ook niet, joh. Hoe moet ik dat nou weer weten? Hoppa! Wat de... Oh, ik gooi net mijn wapen neer om een koffie te pakken! Tja, ik ga tenminste drinken. Oeh, hallo. Mooie wapentjes. Zo, oké. Vorige had jij, weet je dat nog? Wat had ik? De vorige had jij, vorige superwapens van de Psycho. Klopt. Dus deze... Zolang je hem even dropt en in mij laat oppakken? Nee. Of laat oppakken en drop ik hem naar jou? Waar is ze nou? Daar achter je. Je bent echt een blinde koe, hè? Serieus, op mijn scherm staat ze niet. Je bent echt een blinde koe. Nee, serieus, op mijn scherm staat ze niet. Ze is onzichtbaar op mijn scherm. Je bent echt een blinde koe, hè?
Holy fuck, man. Ik meen het, ik zie er echt niet. Bullshit. Ik schiet nu, omdat ik toevallig daar een... Serieus, Daniel, op mijn scherm staat ze echt niet. Boom! We hebben een nieuw gehaald, what the fuck? Ik denk dat hij vast is gelopen, omdat hij op mijn scherm niet stond. Nee, dit is echt waar. Dat zijn ventjes nu. Ik geloof er niks van, Jongen, fuck you, Daniel, tyfushoer. Waiting for other player. Uh-oh. Staat bij mij loading. Oké. Andere speler. Bij mij zie ik die twee zwevende pistolen en de bazooka. Oeh, nog steeds? Ja. What the fuck ben jij aan het doen, man? Schiet je op die pistooltjes? Kut. Dus ik moet alles hier alleen gaan doen? Ik pak die zwarte gasten wel. Oké, dan is het goed. Kijk uit, die granaat. Ik zie niks! Dit lijkt een speler niet. Oké, ik zie toevallig een rood ding. Hier. Is hier ergens? Ja, ze is. Of voor mij heb ik er? Letterlijk naast je. Je mist totaal. Ik denk dat ik er heb. Hey, als je mij nou even niet slaat, laat mij. Jongen! Yes! Woo! Ik heb het onzichtbare Hilde verslagen. Dat heb je niet gedaan, maar oké. Holy shit! Oeh, nice. Motorboot. Blululululul. Bij mij staat nog steeds loading. Dus waarom had ze nou een USB in haar lichaam gestopt? Dat vind ik wel een beetje vreemd. Ik zie nu een vliegende bazooka. En jij duikt er zo bovenop. Dit ziet er echt heel dom uit. Nice. It's not fair, I finished first. Dat is echt fucking slecht. Maar dat is toch, dat is serieus eerlijk toch, of niet? Zwaar. Ja hoor. Waarom is je Ramos? Wat? Oké, skip. Ik heet nummer 12, hallo. Ja. Oké. Okay. Waar zijn haar wapens dan? Hier. Oh, ik mocht ze... Oh, tyfus hoor. Hier. Ja, we zijn één voor ieder. I ain't sorry about that. Ze verricht ook meteen op elkaar. Hier is eentje vlakbij. Die gaan we even rennen, man. Wat is vlakbij? Trevor. Ik ga even voor de blauwe blueprint. Ja, is goed, man. Oh, dude, hallo. Wat heb je? Iets. Energieplank. Moet je dus niet zijn. Wat is dat nou wel? Oké. Okay. Level 17, doei. Hoe kom je daar boven? Oh, eventjes mijn puntjes spenderen hoor. Mijn leven op level 17? Ja. Yep. Je bent mij een level 18. Ja, weet ik. Jij hebt wat meer gekild dan ik. Nee, beter. Hoeveel zombies heb jij nu gekild dan? 3247. Oh, ik heb er bijna 4000. Daarom. Dat scheelt, hè? Dat scheelt 2000. Vroom, 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 vroom. Kom maar gaan. Hé, hey, hier is nog een blueprint. Ja, maar ik weet niet hoe je daar bovenop komt. Nou, misschien via de binnenkant. Hier, gewoon. Ja, dat had ik geprobeerd, maar dat... Je moet die brandweer, man. Dan moet je even vermoorden, man. Die geeft vet veel punten. Ah, ik zie hoe... Ik denk dat ik zie hoe je daar komt. Misschien... Nee, ik heb geen idee hoe je daar komt. Ik zie hem wel. Ik zie de blueprint liggen. Waar dan? Hier bovenop de... Daarboven. Ja. Ik weet niet hoe je daar komt. Dat is interessant. Oh. Misschien moeten we er even een vrachtwagen of zo neerzetten. Ja, dan doen we dat later. Gaan we even een missietje doen. Kom. Hey joh, kom op, Daniel, dit kunnen wij. Heb ik toch geen vrachtwagen, of wel dan? Dan zoeken we er even snel een. Stap in? Zoeken nee, we er een. Nee, wacht even. Ik zie het al hoe je er komt, man. Oh, Anne? Kom maar, kijk maar. Kijk. Ik kijk. Oké, wacht. Nee, wacht. Wedden dat ik het kan fixen? Doe jij dat maar, Jochie. Ik ga een jump maken. Wee! Boom! Super sicke jump. Super nette jump, dat was hij. Holy shit, man. Oké, is even zien. Oké. Daan, zie je me of niet? Nee, totaal niet. Zie je hoe ik het ga doen? Nee, ja, ik zie het.
Brum, 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 brum. Oh, er zijn ook echt handig veel hier. Dat was het. Hoppa. Maakt niet uit dan. Hoort maakt niet uit. Nou, ik doe dit voor jou, weet je wel. En dan kijk je niet eens. Oeh, hallo. Hoe combineer je deze dingen? Oh shit, dat vergeet ik nog. F toch? Oh, nailed it. Oh nice, ik heb de shocking touch gemaakt. Ik heb Wolverine Claws gemaakt met lightning. Serieus? Huh, wanneer heb je die opgepakt dan? Heb ik net hier gevonden. Echt? Oh, mag ik hem ook even kopiëren? Vasthouden. Dude, ik heb gewoon de fucking... Oh man. Oh, ik heb de buggerbom man. De buggerbom. De buggerbom. Ik heb ik ben nu een Sith, dude. Ik heb de biggerbom trouwens, Sith, tussendoor. Ik heb lightning fingers. Oké, okay, maar ik ga die even niet maken, want dat kost veel moeite. Oh, eigenlijk moet het wel eventjes trouwens. Oké, okay, ik maak even zo'n big bomb. RPG plus propane tank. Drop hem dan dadelijk eventjes voor mij, AUB. Ja, is goed. Lightning fingers! Oh, wacht even hoor. Wat is de big... Ik moet ook even een grenade hebben. I would catch a grenade for you. Mag je Wolverine Claw zo even vasthouden? Ja, dat zeg je toch? Hop. Waar is die? Shit, dat is een RPG geval, ik kan hem niet vinden. Hier op de grond. Nee, dit is mijn ding, hier op de grond. Fuck, ik liet hier een RPG geval, maar dan zie ik hem niet meer. Dan is die kapot gevallen. Kan dat? Ja. Er zit Ja. Drop ze eventjes uit je been. Oh. Sorry, man. Dankjewel. Okay, let's go. Oké. Even heel vluchtig kijken of die echt is kapot gevallen. Zeg het, ja, lijkt dat er niet. Nou, dan moet ik even een andere RPG vinden. Maar dan maak je het toch gewoon de volgende keer dat we bij zo'n ding zijn? Ja, is goed. Een zombie aan de auto. What the fuck? Holy shit. Wee! Waar gaan we nu heen dan? Ik weet niet, waar gaan we heen? Waar moeten we heen? Wat zullen we doen? Nee, je gaat sowieso nu of heel veel naar de side missie. Ah ja, pak gewoon die main missie. Maakt niet uit, we hebben tijd. Doen we dat. Hoppa. Oeps. Oh, uitstappen. Oef. Dat deed een beetje ouwe. Hier heb je nog, als je zo'nzelfde snorretje met brilletje wilt, moet je weg hier. Oh, ik kom eraan. Een zuipje doen, hoppa. Wat ligt hier, een Hawaiian shirt, skater shirt, Ik word aangevallen door politieagenten. Oh nee. Politie is je beste vriend. Nou, niet de mijne. Waar is die dan? Lightning. Deze dingen zijn echt handig overpaald. Kijk, holy shit. Waar ligt het snorretje dan? Bij de counter. Ja, kijk maar. Are you blind? Van flikken. Wrong way, numbnuts. Moet ik nou op of niet? Ja. Oh, dat ben jij, sorry. Ik lijk ook zoveel op een zombie, ja. Ik ben een politieagent, sukkel. Kom op, hé. Hey. Jongen. Hoppa. Oh, Daan, ik heb nog wat voor je. Wat heb je voor me? Kom eens hierheen. Klein paar centimeter maar. Wat? Ik ben in een winkel. Laat maar, ik had een granaat. Ja, dat had ik al door. Ik hoorde namelijk explosie. Flippers! Flipflops! Nice, dat past wel goed bij mijn... Een snorkel? Oh, dude. Dat lijkt echt op een politieagent. Met snorkels, ja. Jij wilt Tarzan. Kijk dan. Ja, ik zie het, man. Je ziet het hier. Yep. Maar dan ben ik mijn fedora kwijt. En dan willen de chickies me niet meer. Dus dat is geen goed idee. Ik moet even... Oh, yep. Yep. Ik heb nu echt de ultieme babe outfit gevonden. Stefan. Ja, wacht even.
Ik ben even in gevecht met brandweermannen. Hé, hey, waarom raak je mij nou? What the fuck? Waarom denk je dat ik je raakte? Stakker. Ik stop er eens mee, jongeman. Oké, ik ga even mijn normale kleertjes aan doen. Ik heb geen zin om hier de hele tijd naar te kijken. Nee, bedankt. Liever niet. Oké, waarom was dat nou nog eens? Ja, we hebben nog steeds een bazooka nodig. Zo. Je bent wel een politieagent. Mooi zo. Een bazooka? Wat is een bazooka? Bazooka. Wat is een bazooka? Ja, jullie common people noemen het bazooka. Ah, een rpg. Een rpg. Rpg. Je kan ook wel leuke kleren vinden, volgens mij. Ik ben nu het politiebureau. Daar zijn we, daar komen we vandaan, appeltaart. Ja, daar moeten we toch ook heen, jongen? Nee toch, of wel dan? Oeh, ik heb een motor. Maar ik denk... Nee, we moeten nog verder naar boven, man. Nee, bedankt, spel. Dat hoef ik niet per se aan. Dankjewel. Bedankt voor het aanbod, maar... Wat, hè? Nee, hoeft niet. Ik hoef geen BH aan, geloof ik niet. Nee? Nee. Ja, ik zou het wel doen, anders gaan je borsten zo hangen, man. Klopt, klopt, klopt. Oké, nu ben ik een echte politieagent. Waar ben je? Ik ben op de plek waar we moeten zijn. Oké, okay, nee, dan is het goed. Maar ik wil nog even wat eten en drinken, want ik ben bijna dood. Doe jij dat even, Yogi? Ah, ik heb een bezoeker nodig. Waarom heb je een bezoeker nodig? Heb je hem niet nodig? Ja, dan kan ik dat ding fuseren. Ja, doe dan. Ja, dan heb ik toch een bezoeker nodig? Ja, pak dan. Wil je klap op je mail? Zo, al die moeite. Nee, nou maak je me boos. Ah, ik ben Stefan en ik ben boos. Dat is helemaal geen politiebureau, dat is een hotelje-sukkel. Tjonge, dat was net een politiebureau, vond ik. Hoppa. Wil dit. Hier is Daniel. Daniel boeit mij niet. Ik wil weten... Wat is aan de hand? Ik ben een politieagent. Wat is een fucking story? Prachtig. Past er zo goed bij. Angel, wat een kutnaam voor een vrouw. Skip! Wat staat erop? Dat staat vast iets op de rug. En dat is de clue hoe we de zombies van normale mensen kunnen maken. Het hele alfabet staat op de rug, man. Zo A, B, C, D, E, F, G. Je moeder is een moeder en. Ba, ba, de NSB. Hey, ik had vroeger een cliënt. Hey, Daan, dit is puur goud. Daan. Daan! Eén ding, wow. Wat is jouw probleem, jong? Daan, heb ik je aandacht? Ja, man, ja. Ik had vroeger een cliënt, die is ondertussen overleden helaas. Maar als je bij hem ging zingen, of als jij ging zingen, A, B, C, weet je wel. Ja. Dan ging hij meezingen. Dat was van A, B, C, D, E, F, G, weg met de moffen en de NSB. Maar die gast was ook wel echt 80 of zo, dus... Fucking genius. En hij was een NSB'er? Nee, hij was juist geen NSB'er. Een anti-NSB'er. Yup. Nisbinnenbidde. Nou, nee, zo noemen we je dat niet tegenwoordig. En wat? Hey, hier ligt een blueprint ergens. Sushi. Sushi. Hoe kom ik hierop dan? Springen. Ga eens aan de kant, ik doe het wel. Ja, maar daar dan. Zie je? Dan moet je niet zo doen, dan moet je hier doen. Hoppa. Misschien ligt hij gewoon binnen. Nee, hier, ik heb er eentje gevonden hier. Ik heb de andere, man. Boom boom, chicken waka lang dan. Oké, een F. Oh. Kom ik. Yo, some business lady out by the law office. Kom ik. Looks desperate. Brindelbach. Wat? Brindelbach, het zal wel. Waar? Wow. Pak op. Hoe maak ik dat ding? Wacht. Hoe maak ik dat ding? Je moest waarschijnlijk al iets anders hebben. Bomtoy. Robot Bear.
Plus gasoline canister. Ik heb nog geen robot bear. Ja, dat bedoel ik. Dan moet je iets. Dat is een combinatie. Dat is een super combinatie, zeg maar. Jij bent een super combinatie. Ah, een pompoen. Oké, ik moet even pissen trouwens, Daan. Dat doen we maar na deze aflevering. Hoe lang zijn we bezig? We zijn nu 20 minuten bezig. Dus... Dan stop. Mensen, bedankt voor het kijken. Deze aflevering komt met jullie leuke aflevering vol. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Peace. Hey, ho.